Ja, ik had hier eigenlijk vandaag met Jeroen afgesproken om te gaan praten over veiligheid, maar hij is een beetje laat. Wat is dat? Brandweer gaat kijken waar ze het gebouw binnen moeten. Te wachten. We hebben een afspraak over veiligheid. Gaat het alarm af? Wat is er gebeurd? Ja, sorry. Nee, er was een alarm en we zijn ineens oefenen. Dus het was niet... Niks aan de hand. Gelukkig. Niet spannend. We hebben gewoon een oefening gedaan. Okay. Hoe vaak doen jullie zoiets? We doen dat 1-2 keer per jaar. Dan oefenen we in het groot, zoals het heet. Dat gaan we ontruimen. En onze brandweermannen die worden ingezet. En dat oefenen we dan. Want wat is nou precies het verschil, zou ik zeggen, als je een gewone brand hebt en een brand in een chemisch bedrijf? Nou, hier zijn wel brandgevaarlijke stoffen aanwezig. Hè? Stoffen als heptaan en aceton, die branden erg goed. En die kan het wel erg spannend maken, zo'n brand. Dus we zijn erbij gebaat dat ook onze eigen mensen goed zijn opgeleid, zodat we snel kunnen inzetten op een brand. En jullie stemmen af met de brandweer, er wordt een verslag van gemaakt. Ja, deze keer hebben we ook met de gemeentebrandweer geoefend. Die hebben geoefend met ademlucht. We hadden in dit geval was er sprake van een slachtoffer bij de brand en die moest uit de rook gehaald worden. En dat heeft de gemeentebrandweer geoefend. En daarna evalueren we de hele oefening. Dan trekken we daar conclusies uit en nemen we ook acties als dat nodig is. Dus als er echt brand uitbreekt, dan zijn jullie helemaal voorbereid? Goed voorbereid, ja. Top.